Ik moet even Paradoes en Jordi Storm te eten geven. Oké. En dat zie ik! Stil! Hij back! Ik heb jullie gezegd toch? Nieuwe ghetto vlog. Ik heb gezegd die AMG. Die is te zacht. Die is te zacht. Hier, luister. Nee, 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 is te zacht. Helmond, die ik altijd op TikTok zie, die gaat ons regelen. Die gaat die AMG, die gaat vleugels vastmaken, die gaat vliegen, die gaat gekke geluid regelen. Aan deze auto is een grote onderhoud gedaan. Bougies, olie, alle filters. Gisteren is de automaatbak gedaan. Dat had je allemaal gezien als je mij had gevolgd op Snapchat. Kwijt 63, ja. Volg me ook gelijk, broertje 63. Bro, ik ben nog niet klaar, pa. Hij je bek is. Oké. Ja? Ik ben net wakker. Bruik, polen moeder in de voor het itemshop. Voor 200 RS, Piet en rechthand 1, voor dikke beelden. En anders ben je sap genoeg. Ik ben gisteren door mijn rug gegaan. Ja, dus ik loop een beetje scheik. We zijn bij ABC Klepsteam, dames en heren. Wim gaat ons regelen. Maken we hier twee kleppen? Twee kleppen, hier één, daar één. Oké. Ja? En zet die licht ook aan? Een hele goede middag, Wim. Hey vriend, hoe is goed, het? Goed. Als een zonnetje. Heb je de kenteken gezien, Wim? Het is een normale verhaal. Kwijt. Kwijt, hè? Maar nu, de uitlaat moet ook kwijt. Ja. Die auto moet vliegen. Ik wil geluid, ik wil agressiviteit. Ik wil kwijt. Gaan we doen, vriend. Gaan we doen. En wat ga je precies doen bij de uitlaat? Wij gaan deze achterdempers overslaan. Niet qua... Okay. Rook, maar wel qua geluid. Qua geluid. Want dat echt super. Deze auto is ingeschreven in België. Hij moet ook door de Belgische keuring gaan. En jij hebt daar een oplossing voor. Ja, wij hebben daar Belgische kleppen voor. Ja? En die Belgische kleppen, ja, dat is super. Die kennen we de keuring eraf. Ja? En dan na de keuring duwen ze er weer terug op. En okay. Dan heb je weer plezier. Dat is top. Dus op zich dan gaan de einddemperkleppen gaan, zeg maar, open. Wow, hoe werkt dat? Ja, voor de einddemper komen twee kleppen. Okay. En dat is gewoon... Het is hetzelfde als praten met je hand voor je mond, hè? Als je praat met je hand voor je mond, word je woefloefloef. Ja, precies. En je maakt die klep open en dan hoor je hem brullen. Ja, ik ben benieuwd. Ja, top man. British, misschien haal ik ooit zoiets in de toekomst. Maar dan moeten jullie me volgens blijven kijken. Anders kan dat niet. Maar jullie zien waar ze over zijn. We zijn bij ABC Klepsysteem. Maar ze doen niet alleen kleppen, ze doen ook chiptuning, ze doen alles. Ja, chiptuning en klep. En een complete uitlaat en... Complete uitlaat, straightpipes. Kleppen, ik zag laatst op TikTok ook nog soundboxen. Ja, klopt. Ja, soundboxen doe je ook, hè? Ook. Wat vind je van deze waggy dan? Precies iets van mij. Vier personen passen alle drie in. Is deze vier personen? Dit is vier personen, maar. Cold start, hè? Hey, Ferrari cold start, hè? Ferrari of Lamborghini? Ik ga dan liever voor de Aventador. Ik ga liever voor de SVJ. Hij blijft een beetje realistisch. SVJ zeg ik. Ik denk Lamborghini SVJ, man. Maar dat is natuurlijk, of, bedoel, hoeveel kost die auto? Een Ferrari superfast. Luister, ik hou het realistisch, ik hou het gewoon bij een Aventador. Ik hou het gewoon bij een GTI, maat. Ja, hou het nog mee. Passen wij net precies in. Laten we die AMG achter, pakken wij die mee. Ja, bro. Hij is zo dik. Ja, of nee? Ja, zeker. Ik wil die geluid ook. Ik moet die hebben. Ga aan de kant, ga aan de kant. Dat is een Ferrari, man. Ga aan de kant. Kus, dat hoor je dan? Hoor je dat? Baila. Film die. Is dit geen Lamborghini blok? Nee, dit is een nieuw model. 23% van de R8 van dit model, dat is de oer R8. 23% is Lamborghini, hè? Dus het onderstel, de remmen, de versnellingsbak, de schokbrekers. Dit is het Audi-blok, V8. En je hebt hem ook in de V10 en dat is wel Lamborghini. Het is wel een handbak.
Misschien wel leuk om even te horen. Okay. Dat lijkt me ook gaaf, hè, zo'n auto, maar dan gewoon schakel. Ja, of niet? Ja. Eerlijk? De schakel uitvoeren, dat zijn eigenlijk de collectors items. Ja. Maar deze is dan ook achterwiel, niet? Vierwiel. Vierwiel, oké. Maar je hebt deze ook een achterwiel, toch? Bepaalde modellen, ja. Ik kom hier staan, pa. Hey, die uitlaat, die kentekenplaat moeten we daar zetten, kwijt. Die uitlaat is echt kwijt. Hoezo kwijt? Wat is daar aan gedaan? ABC-kleppen, ja. Wat? Ja, wat denk jij? Het beste op de markt, ABC-kleppen. Bizar, hè? Bizar. Brothers, jullie hebben het gehoord, hè? Daar is een ABC-klep twee, onder. Twee, twee stuks. Ja. Ik krijg ook twee, hè? Ja, twee. Gaat de mijne ook zo klinken? gaat de mijne ook zo klinken? En nu ben ik echt benieuwd, man, ik zeg je eerlijk. Carbonremmen, dingen is. Keramische remmen. Weet je voor die keramische remmen eigenlijk kosten? Eigenlijk moet je deze ook hebben in je CLS. Hè? Huh? Eigenlijk moet je die hebben ook in je CLS. Keramische remmen? Ja, bro. Broer, ik had gekeken voor keramische rem voor CLS, een hele set kostte 10.000 euro. Oeh. 12. 12.000 euro, nog erger. Ja, maar bro, die waggie gaat kwijt toch? Je hebt gelijk. Maar mijn doekoe gaat ook kwijt. En hier komt ook ABC-kleppen onder. Oh. Wee, yo. Stel je voor als je nog downpipes zit dat om ingaan. Ik heb een goed idee. We draaien deze los, we zetten hem daarin. Broer, die past er niet in, denk ik. Kijk, die intake. Brothers, check deze V12 paardjes. Abnormaal. Bro, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Wat is dat daar? Snapchat. Hoe heet je kwijt 63. Hè? Volg me. Juist. We staan bij ABC. Wat ben je daar aan het doen? CLS, we zijn aan het wat snappen. Wat ben jij hier aan het doen, bro? We zijn aan het snappen. Okay. Hoe heet je op Snapchat? Broertje 63. Broertje 63. Gaan we allemaal en hij heeft Ivo 63. Wat was jij net aan het doen? Ivo 63. Bro, laat me je Snapchat zien. Wil je mijn snap zien? Ja, bro. Laat je zien, man. Doe hem open. Kijk. Weet je toch? Ibo 63. 2 i. Volgen. Hij heeft maar 9 snap score. Hij is nog een noobie, maar dat maakt niet uit. Maar nou heb ik eens een vraag. Ja? Je mag en vragen waar je wil. Dit is echt een goede vraag. Ja. Doen jullie ook kleppen op motors? Daar zijn we wel mee bezig, inderdaad. Dus we zijn een nieuw systeem aan het ontwikkelen. Voor Harleys, BMW's, eigenlijk van alles wat. Dus gaan we mooie carbon dempers maken en met kleppen erin verwerkt. En ik vind echt super. Dus dat komt er binnenkort ook aan voor motors? Ja, zeker. Dat komt er ook zeker aan. Want ik zag die motors staan en ik dacht van, hè, doen jullie daar ook kleppen op? Ja, daar zijn we nou in. Dat lijkt me wel zeker. Slim. Dat is een slimme zet als je op motors kleppen zet. Zouden we één geheimpje laten horen? Ja, doe een BMW, maar wel geheim. Je moet het tegen niemand vertellen, hè? Tegen niemand vertellen, hè? Want dit is geheim. Ik wist dat die vraag kwam, dus ik heb die motor van achter naar voren laten rijden. Je mag de uitlaat mag je niet filmen, want dat is echt geheim. Maar het geluid wel. Maar het geluid wel. Let op, hè. Origineel geluid. Heel mooi. Nu, de ABC loopt erop. Oké, we hebben een probleem. Mijn neef heeft sigaretten nodig, maar de sigaret zit in de auto. En mijn broertje gaat klimmen. Hey broertje, wat ben je aan het doen? Geef me die gas. Waar is het? Hè? Zie je, wil ik het? Andere kant. Oké, brothers, kijk, dit is het systeem. Hier zit een uitlaat. En hier zit een uitlaat. Kom er af en dichtbij zien. En hier zit een uitlaat. En als je auto in België is ingeschreven, dan krijg je zo'n dop erbij voor de keuring. Dan kan je deze eraf draaien, zet je die dop erop en dan kom je gewoon door de keuring heen. Geen stress. In Nederland hebben die gezegd niet, maar ja. Perfect. Dim, jij hebt me geregeld. Ik heb het geregeld. Laat even aan de kijkers zien wat die afstandsbedieningetje doet. Kijk, ABC. De A van Aarschot. En de B van buurtvriendelijk of België. En nu wil ik het geluid horen. Of buurtvriendelijk. Dit is hem niet. Dit is hem niet. De A van Aarschot. Kwijt.
geregeld. Perfect. Dit is precies wat ik wou. Eet smaak, boys. Eet smaak. Moet je. We zijn hongerig, we moeten blijven eten, pa. Daar kan de CLS eten. Jammer. Moet je films close up? Wil je horen hoe die waggie klinkt? Zo klinkt die. Auto heeft veel wheels bij neef. Kaas. Die waggie glijdt uit, neef. Die waggie wil dansen. Die waggie wil dansen, bro. ABC! Wim! Wheelsbit! Je moet gewoon die waggie laten praten, bro, ik ken die. Het is gewoon muziek in mijn oren. Je moet gewoon die waggie laten praten. Je moet Wim. Wim heeft hem zo geregeld. Dat die waggie praat tegen ons. Die waggie praat gewoon tegen ons. Kijk. Die waggie praat gewoon met mijn neef. Praat tegen mijn neef. Zal ik ESP uitzetten? Doe even. Wat driften. Lach gooien. Maar je weet hoe maar je dat nadat we alles hebben gedaan. Doe eens even hoe je met mijn C-klasse deed. Staf, hè? Ik weet wat ik doe. Draai. Hier, we zijn. Doe ESP aan. Ja, wacht. We zijn afgereisd naar een plek in Nederland. Is afgelegen, is privéterrein van Mattie van mij, van zijn vader. Dus broertje mag hier zo gewoon rijden. Ja, ja, oké. Okay. Doe een klein beetje gas. Klein beetje gas. Geef gas. Wacht, chill hem. Rem. Hou ingedrukt, ver. Tam, gas. Rem hard. Ja, maar niet te hard, anders gaan we zo. Ja, ik weet. Die gordel. Eigenlijk moet je hem schakelen. Wat dan, mensen? We gaan full gas. Oké, geef een beetje gas. Niet te hard remmen, hè. Ga gewoon. Rijden. En nu rem. En zo. Geef nu vol gas. Wacht, broer. Waarom draai je hier, broer? Hey, Tora, niet gooien, hè. Nee, broer. Geen stress, broer. Oké, wacht. Geef nu vol gas, eens. Geef vol gas. Nee broer, ik ga niet even. Laat me eerst even voelen, de auto voelen. Is cool. Laat me eerst even blijf kijken voor Ibas, hè. Laat me eerst de auto voelen, broer. Ik ben aan het kijken, broer, maar ik ben ook aan het kijken. Wil je eerst kijken naar achter? Ik heb net mijn dwa gedaan, broer. Ja, broer. Bismillah. Oké, hier ga je vol gas geven, ja? Hou met twee handen vast die stuur. Recht. Ja. Recht nu, recht. Vol gas, niet loslaten. Het zamatie. Mag ik één keer in de bocht zo, wap? Doe maar. Het. Geef vol gas. Wow. Geef vol gas. Het zijn mensen. Broer, jullie zien toch? Ik ben bang voor mijn leven. Broer, jullie zien toch, broer? Maar rijdt CLS. Geef vol gas. Oh, stuur recht eerst. Vol gas. Tell me you tell, do you see the road? I'm out to my soul, and tell me the size.